Tessa Willaert, vandaag hier in het Boudewijnstadion. Het slotmoment voor jullie dan toch. Jullie zijn kampioen en jij hebt twee doelpunten gemaakt. Hè? Dat is een mooi einde voor je eerste seizoen bij Anderlecht terug. En ook je eerste landstitel, denk ik, met Anderlecht. Met Anderlecht wel, ja, dat klopt. Maar ja, we hadden een beetje druk voor de wedstrijd, omdat we wisten van oké, vandaag ja, moet het gebeuren. Dus we hebben goed gestart aan de wedstrijd en ik denk dat het al veel meer dan 2-0 kon zijn uiteindelijk. Dus heel wat kansen aan liggen. Maar oké, we staan 2-0 voor en dan de tweede helft. Gewoon volwassen uitgespeeld. En het seizoen is nog niet gedaan, dus wij zijn ook nog niet klaar. Ja, maar na 10 minuten, dat was de belangrijkste denk ik, die pas van Stefania. En dan jij die scoort op dat moment. Heel veel scoren, dat was belangrijk en vandaag. Ja, het was weer een typisch doelpunt dat we maken. Ik denk dat Stefania goed weet waar ik de bal wil hebben. En uiteindelijk moet ik hem dan maar gewoon binnenleggen. En ook de tweede met mijn hoofd, dat komt niet veel voor. En dat was mooi meegenomen. Dus het belangrijkste is kampioenschap. En daarvoor ben ik hier gekomen. Dus ik ben heel blij. Ja, een dikke proficiat. En jullie hebben nog een mooi einde dat komt. Want jullie spelen nog ook in Standaard. Dan tegen Club Brugge volgende week in het Lottopark. En dan eindigen in de Glemco Arena. Dat is een mooi einde, hè, voor dit seizoen, denk ik. Ja, ik vind het fantastisch dat we in zulke stadia kunnen spelen. Dat komt niet veel voor. En het was Club Science voor mij een beetje thuiskomen. En daarnaast de Glemco. Dat was een van mijn dromen dat ik had. Dus ik ben heel blij dat we daar het seizoen kunnen afsluiten. En, ja, oké, we zijn kampioen, maar ik denk dat we toch nog elke wedstrijd voor de overwinning zullen gaan. Oké, dankjewel. Dikke proficiat en succes nog voor het einde. Dankjewel.